Hi, Rieke Maat hier van Wakker Worden met vlog nummer 112. De vlog waarin je alles leert over stress en burn-out. In deze video wil ik je graag iets vertellen voor de angst om ernstig ziek te zijn. Dus angstige gevoelens krijgen om over ja, echt ernstige mankementen als gevolg van stress, overspanning of burn-out. Want op het moment dat je chronische stress ervaart, dan gaat je lichaam op een gegeven moment van allerlei symptomen geven die aangeven dat er iets niet goed gaat. Dus die eigenlijk jou een signaal geven dat je een beetje gas terug moet nemen. En dat kan van alles zijn, hè? Ik heb al heel veel video's opgenomen over allerlei symptomen. En dat kan zijn hoofdpijn, het kan zijn slecht slapen, concentratieproblemen, van alles. Maar wat er dan kan gebeuren is dat je gaat denken, als je bijvoorbeeld druk op de borst hebt, van oh, ik zal toch niet iets aan mijn hart hebben. Je kunt gaan denken dat er iets heel ernstigs aan de hand is. En dat wordt vooral aangezwengeld door die stress die je hebt. Hè? Dus door die stress die je hebt kun je eigenlijk niet meer heel goed helder nadenken. En schiet je in angst en paniek. Stress en angst ja, zijn min of meer hetzelfde. Hè? Dus je kunt eigenlijk niet meer helemaal helder nadenken over het zal wel meevallen, ik heb gewoon een beetje stress. Je kunt echt gaan denken van oh jee, nou straks is er echt iets ernstigs aan de hand en zelfs zo ver gaan dat je eigen begrafenis al aan het plannen bent. Als je eenmaal in die piekergedachte, in die piekermodus zit, dan kan dat heel ver gaan. En daarmee zet je eigenlijk je stresssysteem nog weer eens extra aan. Dus je komt dan in een cirkeltje terecht waar je eigenlijk niet in terecht wilt komen. En daarom wil ik je een aantal tips geven hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Nou, allereerst als je gedachten zo met je aan de haal gaan, dan ben je niet in het hier en nu. Je gedachten zijn niet in het hier en nu. Je gedachten zijn altijd geprojecteerd of op de toekomst of naar het verleden toe. En dat betekent dus dat je het contact met het hier en nu een beetje verloren bent. En om weer in contact te komen met het hier en nu is je ademhaling eigenlijk een heel goed anker. Je kunt namelijk niet in de toekomst of in het verleden ademen. Ademen doe je nu. En op het moment dat je je aandacht richt op je ademhaling, dan breng je dus je aandacht in het hier en nu. En je kunt niet tegelijkertijd met je aandacht gefocust zijn op je ademhaling. Nadenken over wat er allemaal mis kan zijn in je lichaam. Dus breng je aandacht naar je ademhaling. Ga je ademhaling volgen. Dus volg met je aandacht je inademing en je uitademing. En blijf daar gewoon met je aandacht bij. Dan breng je jezelf in het hier en nu. En dan leid je je aandacht dus af van die angstgedachten die je hebt. Een tweede tip is aarden. Want op het moment dat je gaat aarden, breng je jezelf ook in het hier en nu. Dus van die angstgedachten, ja, dan ben je eigenlijk een beetje in de toekomst aan het zweven. En op het moment dat je geaard bent, dus dat je in contact bent met de aarde, brengt dat je in je lijf in het hier en nu. En je kunt eventjes zoeken op mijn videokanaal. Daar staat een hele mooie aardingsvisualisatie om je te helpen om goed te aarden. En ik zou je echt aanraden om, als je dit soort gedachten hebt, om dat gewoon echt iedere dag, zeker iedere ochtend, eventjes voordat de dag begint te doen. Dan begin je goed geaard aan de dag. En dan zul je merken dat je meer in het hier en nu bent en minder in die angstgedachten blijft hangen. Uiteraard is het belangrijk dat je aan die stress gaat werken, waardoor je gewoon rustiger wordt. Ik raad je aan om daar
die gedachtepatronen, om die te gaan doorbreken. Om daar vooral gewoon goede hulp bij te zoeken. Want als je dat zelf had gekund, dan had je het waarschijnlijk al wel gedaan. En voor die hulp ben je natuurlijk van harte welkom. Kijk eventjes op www.wakkerworden.nl wat we voor je kunnen betekenen. En je kunt altijd vrijblijvend een online kop koffie aanvragen. Dan kunnen we de mogelijkheden met je bespreken. Ik wens je een hele fijne dag. Ik hoop dat deze video je iets duidelijk heeft gemaakt over je angstgedachten veroorzaakt door chronische stress. Mocht je toch nog vragen hebben, neem even contact op. En mogelijk tot een volgende video. Doei doei!